Lieve vrienden van het Zingen in de Zomer, wat fijn dat u er vanavond allemaal weer bent. En zo'n mooie, lekkere gevulde, ik kan wel zeggen boomvolle Bethelkerk. Daar zijn we blij mee. Wat is het mooi om elkaar zo de vrede van God toe te zingen. Het wordt een bijzondere avond. Met de crème à la crème van muzikaal Urk. Met Jaap Kramer en Hendrik Verveen op het orgel en op de vleugel. Met de mooie vrouwenstemmen van de Urker Voices. Met het Urker Mannenkoor Halleluja. Met Bert Mol. Dat is ook bijna een half Urker. En dan hebben we ook nog een verrassing, en die ik nu al verklap. De solo van het lied, Ik leg mijn leven in uw handen, zal worden gezongen door Tama Kramer. Inderdaad, de zoon van Kramer, Jaap. De dochter, sorry. Sorry Tamer hoor. En dan deze kansel. Op deze kansel hebben al heel veel mannetjes, domineetjes, professoren gestaan, maar nog nooit een theoloog des vaderlands. Nou, vanavond staat hij er hoor. Mark de Jager uit Dwingelo. In 2019 uitgeroepen tot jonge theoloog des vaderlands. Nou, dominee, zo'n kansel wordt ook wel een houten broek genoemd. Ik zou zeggen, ik hoop dat die broek vanavond past. Ik wil het nog wel even hebben over het Urker Mannenkoor Halleluja. Dit is dus het oudste koor van Urk. De oorsprong ligt 125 jaar geleden. In 1897. Nou, ik denk dat er niemand toen er was. Er wordt wel verteld dat de Urker koorzang oorspronkelijk is ontstaan doordat de vissers, als ze in andere havens lagen, elkaar opzochten op een van de schepen en daar spontaan begonnen te zingen. Of hoe het ook zij, onder 25 jaar geleden richtte een groep vissers het eerste mannenkoor op dat later de naam Halleluja kreeg. En die naam komt uit het Hebreeuws en betekent loof de Heere. En dat is 125 jaar lang ook de belangrijkste waarde gebleven. Daar staan ze voor. Daar zingen ze voor. God onze Vader loven en prijzen met hun stem. Die leeftijd is dus voor koor en dirigent een felicitatie waard. En zo'n jubileum mag je ook vieren tijdens de slotavond van het Zingen in de Zomer. Door met elkaar en met ons samen te zingen van Gods zegen. Dus vrienden en vriendinnen, maak een applaus voor het jubilerende koor. Halleluja. In goede handen. We hebben het deze zomer over de handen van God, onze Vader. En we geloven dat we bij Hem in goede handen zijn. Maar in een week waarin zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren, is dat wel eens moeilijk. Dan komen er vragen. Waar waren die handen dan bij dat ongeluk in Nieuw-Beierland? En toch mogen we dan geloven dat God zegt, ik ben erbij. Zijn handen slaan beschermend en troostend over de schouder van de mensen in hun verdriet en in hun radeloosheid. In de doorboorde handen van Jezus verbindt God onze pijn en onze moeite. Zijn handen herscheppen en bevrijden. Wij mogen onze gevouwen handen leggen in de zijne. En we worden door hem gedragen. We zijn in goede handen. Ook daar. En zo gaan we vanavond dus nog een keer kijken naar die goede handen. En dan zien we zegenende handen. God zegent ons. En die zegen komt dus van boven. In stromen. Voor het koor, voor de dominee, voor Jaap en Hendrik, maar voor ons allemaal.
Maar dan mag er ook iets met ons gebeuren. Dan mogen we die zegen ook aan elkaar doorgeven. Ik zegen jou. Elkaar de hand reiken. En dan mogen we ook samen die zegen met hart en mond weer opzenden naar onze God. En zo is die ketting weer rond. Ik, wij, God. We zijn samen in goede handen. Zo heeft hij het bedoeld. En waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Want daar woont hij zelf. En daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot een eeuwigheid. Mag ik jullie voorgaan? In gebed zullen we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat u ons vanavond samenbrengt. Bij de laatste avond van het zingen in de zomer van dit seizoen. Wat zijn we blij en dankbaar dat we weer zo'n mooie zomer samen mochten beleven. En dat we mochten nadenken over dat we bij u in goede handen zijn. Met zang en gesproken woord. En dan vanavond staan we stil bij de zegenende handen van God. En Heere, dat vragen wij u biedig. Dat als we vanavond weer naar huis gaan. En als we dan thuis zijn. Dat we dan in de spiegel mogen kijken. En dat we dan iemand zien staan. Die door u zelf gezegend is. Dat je dat mag zien en ervaren. Dat je een gezegend mens bent. We willen u vragen of u ons een rijk gezegende avond wil geven. En dat we mogen vanavond, dat we mogen ervaren uw liefde, uw genade, uw goedheid en uw zegen. Heren, we vragen u, wilt u vanavond maar met uw geest in ons midden zijn. De rijen doorgaan. Ons hart aanraken en ons enthousiast maken. U kent ons. U weet ook hoe we hier gekomen zijn. Mensen met zorgen. Mensen met verdriet en moeite en pijn. Er zijn vanavond mensen in ons midden die wonen waar dit weekend dat verschrikkelijke ongeluk heeft plaatsgevonden. We spraken ze vanmiddag. Het hele dorp is anders. De vlaggen hangen er halfstok bij en er is rouw, onbegrip en verdriet. En er zijn nog heel veel vragen. We bidden hier voor die mensen waarbij het na zaterdag plots allemaal anders is geworden. Die mensen vertelden vanmiddag. Zo zit je gezellig op een barbecue. En zo sta je voor uw troon. Heere, wees maar bij hen. Geef maar troost waar dat mogelijk is. En schenk hen alles wat nodig is om deze zware tijd te dragen. En geef kracht voor het afscheid. Maar zo bidden we voor alle mensen die zorgen hebben. Zorgen om hun gezondheid. Zorgen om hoe het allemaal verder moet met deze wereld. Heren, we mogen weten dat we alles bij u neer mogen leggen. En dat u altijd naar ons luistert. We zijn ook bij elkaar gekomen om van zingen houden. En dat maakt ons dankbaar en blij. Dat we u mogen loven en prijzen in ons lied. Heren, we danken ook voor het koor. Maar het koor Halleluja. Dat al onder 25 jaar het voorrecht heeft om te zingen. En zo zien we dat uw werk door de generaties doorgaat. Wat is het dan geweldig dat we een stem hebben gekregen om te zingen. En wat is het dan geweldig dat er blijdschap in de hemel is. Als we mensen zingen. En laten we dat vanavond maar gaan doen. Uit volle borst en met een geopend hart. Geef ons zomaar een fijne zangavond. Tot eer en glorie van uw grote naam. Dit vragen wij u heel eerbiedig en om Jezus wil alleen. Amen.
Goedenavond allemaal. Jan de Boer die zei tegen mij van soms doet hij de schriftlezing, soms de dominee. Maar we hebben zo'n volle avond. Ga maar vast naar boven, want dat scheelt dan straks weer een minuutje tijd en dan kunnen we meer met elkaar zingen. En toen ik hierboven zat, kon ik mooi alvast even wat zegeningen tellen. Maar jullie zijn met zoveel, ik heb het einde niet gehaald. Lieve broeders en zusters, scheppende handen, bevrijdende handen, beschermende, gevouwen en dragende handen, genezende handen, doorboorde handen en vanavond zegenende handen. Wat is het al een zegen op zich dat we in zo'n rijkdom over die handen van God mochten horen de afgelopen weken. En vanavond dus zegenende handen. Daarbij lezen we een gedeelte uit Gods woord, een korte tekst uit de psalmen en dat is psalm 134. En in die psalm komt de zegen 3 keer terug. En misschien als u meeleest denkt u, nou die dominee kan misschien wel preken maar niet tellen, maar het is echt waar. Er komt 3 keer zegen in terug. We lezen psalm 134 en dat is een pelgrimslied. Kom, loof de Heere, alle dienaren van de Heere. U die nacht aan nacht in het huis van de Heere staat. Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de Heere. De Heere zegene u uit Sion, hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Dit is het woord van de Heer dat vanavond in ons midden klinkt. We gaan het samen ook voor zover mogelijk staande zingen. Thank you.
Zo. Er worden even wat snoepjes genomen om die stembanden een beetje soepel te houden, want er mag wel flink gezongen worden natuurlijk. Geliefde broeders en zusters, want zo mogen we elkaar noemen. Vanuit verschillende plekken, behorend tot één familie, de familie van onze Heer. Broeders en zusters, is er hier iemand die dit jaar bij alle zingen in de zomeravond is geweest? Kijk, er zijn er een paar. Daar mag even applaus voor klinken, denk ik. Want deze mensen, die zijn eigenlijk een beetje als die dienaren in Psalm 134. Nacht aan nacht staan ze in het huis van de Heer. En in die psalm worden die dienaren aangemoedigd. Kom op, volhouden, blijven aanbidden, dag en nacht, nacht aan nacht. En dat volhouden, volhouden met aanbidden, dat heeft alles te maken met zegenende handen. En dat zal ik u straks uitleggen. Eerst even nog ietsje meer over die psalm die we hebben gelezen, psalm 134. Bij de meeste van u is die psalm denk ik het meeste bekend vanwege het derde vers. Dat zeer een zegen op u daal. Misschien is het wel gezongen bij uw eigen bruiloft of bij uw belijdenis. En je zingt dan als het ware die zegen uit. En net toen we het zongen zag ik sommige mensen ook even zo hun hand erbij opsteken. In Israël, daar was die psalm meer dan alleen maar een zegenlied. Deze psalm, psalm 134, is namelijk de laatste psalm in een serie van pelgrimsliederen. Psalm 120 tot 134. Dus die psalm die de heren van Halleluja net zongen, 122, hoort er ook bij. En als je dat zo hoort, begrijp je dat wel. Heb je gelijk zin om op te staan en te gaan pelgrimeren naar Jeruzalem. En psalm 134 is dus de laatste van die pelgrimsliederen. Liederen voor onderweg. Als de pelgrims uit heel Israël naar Jeruzalem reisden, op weg naar de grote feesten in de tempel, dan zongen ze die liederen. Sommigen van jullie, veel van jullie, hebben een heel eind gereisd om hier vanavond te komen. Onderweg in de auto had je vast de radio aan. Een cd van Halleluja of van de Urker Voices, om alvast iets te proeven van de avond. Tot je er daadwerkelijk bent. En zo zongen die Israëlieten die psalmen onderweg, tot ze op het feest in Jeruzalem waren. Als christenen zijn we ook onderweg. Onderweg naar de dag dat het doek valt. Dat de Heer komt om recht te spreken, om tranen te wissen, om zijn stad definitief op aarde te vestigen. Onderweg naar die dag zingen we liederen om jezelf moed in te zingen. Volhouden, nog maar een klein stukje. Soms zijn het liederen die vooruitkijken. Lichtstad met uw paarlen poorten. Soms zijn het ook liederen die terugkijken. Terugkijken naar wie God is geweest. Tel je zegeningen, bijvoorbeeld. En nu kan je onderweg zingen over zegen. Maar in Psalm 134 gebeurt er iets meer. In onze vertaling staat het een beetje verstopt. En om het te vinden, moet ik even een kleine Bijbelquiz met u doen. Ik dacht, u bent allemaal goed thuis in de Bijbel, dus dat mag vanavond wel. De winnaar kan bij de bakkerij van Jan de Boer een urkerdikkertje ophalen, denk ik. Hier komt de quizvraag. Hoe heette de secretaris van de profeet Jeremia? Wie het eerste roept? Baruch, kijk hier. Is hier een van de heren in het mannenkoor die het noemt. Baruch, heel goed. En wat betekent Baruch, weet u dat ook? Gezegend. Kijk, twee dikkertjes te vergeven, Jan. Baruch, dat betekent gezegend. Ik ben er niet zo'n fan van om als dominee allemaal Hebreeuwse termen te gebruiken. Maar die term Baruch, zegen, die komt in Psalm 134 drie keer voor. Aan het einde van de psalm natuurlijk. De Heere zegene u
uit Sion, dat heeft u al gelezen in de schriftlezing. Maar hij staat ook in vers 1 en vers 2, waar loof de Heere staat. Daar staat in het Hebreeuws datzelfde woordje. En in heel veel andere vertalingen, daar lees je dan ook zegen de Heer. Kom, zegen de Heer, hef je handen op naar het heiligdom en zegen de Heer. Zegenende handen, dat gaat dus ook over uw eigen handen. Als wij God aanbidden in onze liederen, dan ligt dat heel dicht bij zegenen. Maar hoe werkt dat dan? Nou, zegenen, dat betekent letterlijk het goede zeggen. Dat is wat anders dan een compliment geven. Want als je zegent, gebeurt er namelijk iets. Je zou het kunnen vergelijken met een ambtenaar van de burgerlijke stand. Als die zegt, ik verklaar u tot man en vrouw, dan is dat ook zo. Het gebeurt als de ambtenaar het zegt. Als God zegt, ik zegen jou, dan mag je weten, het gebeurt ook. Het is geen vraag, je bent gezegend omdat God het zegt. Als jij God looft, als jij hem zegent, dan gebeurt er ook iets. Niet zozeer met God, maar wel met jezelf. Je plaatst jezelf in zijn dienst. Je legt jezelf in Gods handen door te benadrukken wie hij is. U bent heilig, u zorgt voor mij. Als je God prijst, als je God zegent, plaats je jezelf in Gods handen. Je bevestigt wie hij voor jou wil zijn. Soms tegen je eigen twijfel in. Je geeft je over, ondanks jezelf. Psalm 134 is dus een psalm van relatie. God zegent ons en ons antwoord daarop is aanbidding. We bevestigen wie God is. Een paar weken geleden had dominee Kelemen het op deze plek over je laten vallen in Gods armen. En dat is wat die zangers van Psalm 134 doen. Ze gaan naar Jeruzalem toe om in Gods armen te vallen. Als er hier in de kerk wordt gezegend, dan gaan de handen open. Denk maar eens aan het einde van de dienst. De dominee die spreidt zijn armen. Of bij een huwelijk of belijdenis, een hand op je hoofd. Je wordt uitgenodigd om in Gods handen te komen. Om zijn hand, om jouw hand te laten sluiten. Dat klinkt allemaal heel mooi. Maar als ik naar mijn handen kijk, dan zie ik ook gebrokenheid. De handen van mensen kunnen dingen maken, maar ze kunnen ook dingen kapot maken. Dingen breken. Wie ben ik dan om mijn handen in Gods handen te leggen? Ik begrijp wel dat die Bijbelvertaling liever voor loven kiest dan voor zegenen. Want wie ben ik? Wie ben ik nou om God te zegenen? Met al mijn twijfels en mijn falen en mijn zorgen en mijn zonden? Hoe kan ik nou met mijn gebrokenheid mijn handen aan Gods handen toevertrouwen? Hoe dat kan, dat zie je bij Jezus. In de aankondiging voor deze avond werd Jezus hemelvaart genoemd. En juist bij die hemelvaart was de zegen belangrijk. Jezus spreidde zijn armen en hij gaf zijn zegen. Denk eens even aan dat moment. Wat hebben die discipelen toen gezien? Wat zie je als Jezus zijn armen spreidt? Stel je voor dat je naar Jezus toe gaat. En je vraagt, Heer, hoeveel houdt u van mij?
dan opent hij zijn armen. En als Jezus zijn armen opent, dan zie je de wonden. Zoveel. Zoveel houd ik van je. Zegenen gaat dus niet voorbij aan onze gebrokenheid. God zegent ons met onze pijn. Hij zegent ons ook in ons verdriet. Ja, zijn zegen gaat zelfs dwars door de dood heen. De handen waarmee hij ons zegent, dat zijn de handen die je geschapen hebben. Het zijn de handen die doorboord zijn om onze zonden. Het zijn de handen waarmee hij ooit de tranen van onze wangen zal wissen. Als Jezus ons zegent, dan grijpen die doorboorde handen om onze gebroken handen heen. Psalm 134 is een pelgrimspsalm, een lied voor onderweg. Wij gaan ook weer onderweg. Zingen in de zomer is weer een jaar voorbij. We gaan weer terug, ieder naar zijn eigen plek. En dan leef je in een tijd waarin het soms lastig is om vol te houden in het geloof. Waarin het lastig is om je blik vooruitgericht te houden op die bestemming bij God. Maar weet u, toen Jezus naar de hemel ging, toen liet hij ons niet als wezen achter. Zijn aanraking, zijn zegen, die werd heel concreet toen hij de Heilige Geest gegeven heeft. Die geest gaat met ons mee, als brandstof voor onderweg. Als God zelf die in harten komt wonen en die steeds opnieuw wil zegenen. En in de Bijbel wordt over de Heilige Geest gezegd dat hij namens ons ook bij Gods troon is. En daar steeds de Vader prijst, steeds de Vader zegent. Zegenende handen, dat betekent God gaat mee. Juist voor die momenten dat een avond als vanavond heel ver weg lijkt. Gods geest gaat met u mee. Dat is geen vraag. Dat is geen hoop, dat is een waarheid, een zegen. Een uitspraak die waar is, omdat Jezus het zelf heeft gezegd. Hij legt zijn handen op u, op jou. Hij draagt je, is bij je. En daar mag je opteren. Daar mag je door gedragen worden. Vanavond en tot aan die dag dat we de Heer zullen ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. Amen.
Thank you.
Ja, lieve mensen, zo komt er ook weer een slot aan zingen in de zomer 2022. Een warme zomer. Op vanavond na was het elke avond ruim boven de 25 graden. Zelfs een aantal avonden ruim boven de 30 graden, maar het mocht gelukkig weer. Het was een zomer vol handen. En het was ook een zomer waar we weer onze handen vol aan hadden. 28 middagen in het kerkje aan de zee. 8 middagen en 8 avonden hier in de Bethelkerk. 7 orgelconcerten. Al onze organisten, pianisten, onze predikanten, onze koorzangers, onze vrijwilligers in de kerk, onze plekjesgevers, onze hulpverleners, onze gastvrouwen, onze gastmannen, onze dichters, onze solisten, onze koffie, thee en waterschenkers, onze kerkschoonmakers, onze webredactie, ons videoteam, onze mannen van het geluid, onze... En ga zo maar door. Het zijn echt honderden handen die uit de mouwen zijn gestoken en met elkaar er licht werk van hebben gemaakt. En ik ben ze er enorm dankbaar voor. En vanavond was bovendien bijzonder mooi met de mooie boodschap van Mark. Met het geweldige spel van Jaap en Hendrik. Met het indrukwekkende lied van dochter Tamar. Met Bert en de fantastische zang van de dames, de Urke Voices. En al 125 jaar lang het Urke Mannenkoor, Halleluja. Ik wil jullie vragen om voor vanavond en voor al het handwerk wat jullie meegemaakt hebben, nog één keer de handen op elkaar te brengen in een applaus, want ja, het was toch weer geweldig. Maar ook aan u, hartelijk bedankt dat jullie er waren. Want wat is nou zingen in de zomer zonder zangers? En dat jullie er waren en dat jullie een stem mochten geven in het machtige koor ter ere van hem en van zijn goede handen. Als aandenken van deze editie van het Zingen in de Zomer geven we jullie 2 gedichten mee. Gemaakt door trouwe vrienden van het Zingen in de Zomer. Hendrik Korf maakt een gedicht waarin hij de thema's van deze zomer verbindt. Die staat in uw liturgie. Hoe die goede handen beschermen, ons dragen, ons redden, ons verzorgen, ons zegenen. Want we mogen ons geborgen weten in die handen. We zijn bij hem in de goede handen. En dat gedicht vindt u achter in uw liturgie. Maar daarover gaat ook een gedicht van Marilène Bakker. Dochter van ons commissielid, of kleindochter van ons commissielid Maria. U krijgt straks aan het eind, bij de uitgang, krijgt u deze bijbellegger mee. Het is eigenlijk een boekenlegger, maar leg het in uw bijbeltje. Als aandenken aan deze zingende zomer. Met alle thema's erop. Kunt u af en toe nog even terugdenken. En er staat een heel mooi gedicht op. Dankjewel dat jullie er waren. Na afloop komen we nog even samen op het plein. Drink nog wat. Spreek nog wat met elkaar. Ook doorzingen mag. Ik wens jullie allemaal een goede reis naar huis. En tot elk jaar zwaai ik met mijn hand en zei ik, wij leven en welzijn allemaal tot volgend jaar. Dus lieve en vrienden en vriendinnen, de samenvatting van vanavond. We zijn bij God in goede handen. Dat was en blijft de boodschap van deze zingen in de zomer. Neem die boodschap mee naar huis. Want jullie mogen je geborgen en gezegend weten door zijn goede handen. Daarom bidden we, voordat we van hier gaan, of hij zijn zegenhanden naar ons uitstrekt. Neem die zegen mee naar huis en geef die zegen ook door. Zullen we bidden. Eerst schenk ons uw zegen, als wij samen voor u staan. En leid ons op de wegen die uw geest ons roept te gaan. Uw woord is als een licht in ons. En uw hand is om ons heen. En wat er ook gebeuren zal,
Wij reizen nooit alleen. Amen. Thank you.
Ja. Na die laatste woorden van de Urker Voices was het stil. En die stilte is denk ik heel veelzeggend. Hè? Er is zoveel om God dankbaar voor te zijn. Ik denk dat we heel veel zegeningen te tellen hebben vanavond. En er zijn ook veel mensen bedankt die zich in hebben gezet voor deze avonden. Maar het nadeel is als je Jan de Boer heet en je moet dan zo'n hele lange rij opnoemen, kan je moeilijk jezelf noemen. Dus ik stel voor dat we ook Jan nog even een hartelijk applaus geven om hem te bedanken. We gaan van hier, ieder naar de plek waar God hem of haar geplaatst heeft. En ik hoop van harte, en het is ook mijn gebed, dat de zegeningen van vanavond met u meegaan. Dat u onderweg naar huis liederen neuriet, half in slaap valt vannacht, met de liederen van vanavond in uw hart en in uw hoofd. Maar er komt een moment dat er ook zorgen terugkomen. Ik weet niet waar u naartoe gaat vanavond. Sommigen van ons komen in een huis waar het stil is. We komen allemaal op plekken waar steeds minder mensen de waarheid van Gods woord kennen. En we leven ook in een wereld waarin er van alles aan ons trekt. Zorgen over de toekomst, de luxe van het leven. En dan is het vanavond misschien makkelijk om te geloven. Maar er komt een moment dat het stil wordt. In je huis en in je hart. En juist voor dat moment krijgen we de zegen mee. Als herinnering. Zelfs op de allerstilste momenten, zelfs op de momenten van de sterkste aanvechting, ben je niet alleen. Onze God gaat met je mee. Wees dan gedragen door de zegen van onze Heer. In ons hart en in ons huis de zegen van God. In ons komen en in ons gaan de vrede van God. In ons leven op onze reis naar het nieuwe Jeruzalem de liefde van God. Bij het einde en een nieuw begin, de handen van God om ons te ontvangen en thuis te brengen. Amen.